Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Jongens, vandaag, ik kwam er net achter, ik keek net in de winkel. Vandaag is de nieuwe sterrenkracht van Surge uitgekomen. Namelijk ijskoud serveren. En zoals je hier kan zien, kan ik hem met coins kopen. Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Ik ga eerst even laten zien wat het inhoudt. Surge behoudt fase 1 van zijn super upgrade voor de rest van het gevecht. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Ik heb ook nog geen filmpjes of zo ervan gezien. Dus ik ga hem uittesten of die goed is. Zoals jullie weten heb ik Surge rang 25. Dus we gaan op best hoog niveau gaan we hem uittesten. Ik ben heel benieuwd of die goed is. Want misschien, zoals jullie ook wel weten, is de andere sterrenkracht van Surge ontzettend goed. Namelijk deze, maximaal effectief. De hoofdaanval van Surge split zich nu ook op wanneer deze een muur raakt of de maximale afstand bereikt. Deze sterrenkracht is echt super goed. Dus ik hoop dat deze beter kan zijn. We gaan het gewoon meemaken. Jongens, vind je dit soort video's nou vet? Doe dan een blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, mis jij niks. En laten we gewoon het eerste potje knokbal starten met random medespelers. Oké jongens, eerste potje. En ik ben nog steeds benieuwd eigenlijk wat het doet. Want, nou ja, zoals je nu kan zien, splitst het niet meer uit elkaar. En ik vond dat eigenlijk wel een van de betere superkrachten die je in dit spel hebt. Deze kan ik een paar keer hitten. Of één keer. Misschien nog een keertje. Oh, ik ben heel scheef. Ik ben heel scheef. Oké, ik ben nog schever. Ik zal heel even in het midden gaan staan. Ik moet even mijn helft erbij krijgen. Het zou wel leuk zijn als we dit kunnen winnen trouwens. Oké, nog een hit gedaan. Oké, dan paas ik hem naar voren. Als hij dan, als die Brock goed kon raken, dan was er niet zoveel aan de hand geweest. Maar we moeten gewoon zien dat we het goed verdedigen, want dat is het belangrijkste natuurlijk in knokbal. En daarnaast hopen dat we een goaltje meepikken. Ik heb dus eentje geüpgrade. Maar ik snap niet wat het nu doet. Of je bent sneller op je super. Of niet. Nou, dat was wel heel slecht verdedigd van mijn team. Oh, je gaat maar één omlaag tellen als je doodgaat. Ik snap hem. Oké, dus als ik doodga, dan betekent dat hij maar met één omlaag gaat. Dat is natuurlijk best wel een prima sterrenkracht. Oké, goed. Goed. Wij scoren hier een goal. Zoals je kan zien ben ik nu 3 en nu weer 2. En als ik nu weer deze doe, dan ben ik weer 3. Dat is op zich wel prima. Nu moet ik wel weer een paar hits doen natuurlijk. Dat zou ook wel fijn zijn. En dat kan ook wel. Ik schiet gewoon een beetje blind eigenlijk. En we hebben gewonnen. Eerste potje is gewonnen. Oké, tot nu toe heb ik mijn twijfels over deze sterrenkracht. Of die daadwerkelijk beter is dan de andere. Mijn gevoel zegt nee. Maar we gaan gewoon 4-5 potjes spelen. Kijken wat ik ervan vind. Het is wel natuurlijk chill dat je maar eentje omlaag gaat. In plaats van helemaal reset. Stel je voor je bent level 4. Dan ga je niet naar level 1 maar naar level 3. In een potje knokbal bijvoorbeeld is dat hartstikke nice. En het zou best wel chill zijn in een edelstenen graai en zo. Zou het ook eigenlijk wel top zijn. Maar in een solo of zo is natuurlijk gewoon sowieso die andere beter. Maar ik moet hier even niet doodgaan. Die Colt is volgens mij best wel goed. Moet ik even oppassen. Ik zit bij een Crow en een Gale. Dat kan wel goed zijn. Ik hoop dat het goed is. Oké, ik moet even een paar hits doen. Die Colt die is heel vervelend bezig. Maar nu gaat het lekker. Ik zou hem even aan die Crow geven. En ik kan daar een hitje doen. Nog een hitje. Dat is top. En nog een hitje denk ik. Oh nee, ik moest herladen. Dat is mijn fout. Geen probleem. Als Gil ze super goed gebruikt, dan kunnen we scoren. Maar dan moest Crow dat eigenlijk wel doorhebben. Oh, nou ja. Dit bedoelde ik dus. Gil pakt ze super goed. En hij scoort. Wat inhoudt dat we nu 1-0 voor staan. Dat is natuurlijk best wel lekker. Ik ga even mijn teleport doen. Om wat hits te proberen te doen. Maar ik heb nog steeds geen hit gedaan. Nu wel. Dan kan ik ook gelijk upgraden. Nog een hit. Dat is top. Als ik die Colt nog een keertje kan hitten. Oh. Ah, ja. Shit. Ik had niet door dat mijn team dood was. Dat is oprecht best wel jammer. Maar ja, op zich geen probleem. We staan 1-1 natuurlijk. We kunnen gewoon nog winnen. Maar ik moet uitkijken voor die Colt. Want die kan oprecht heel vervelend zijn. Deze Jesse moet ik ook voor oppassen. Maar die gaat nu dood als het goed is. Ik paas even naar die Gil. Als die weer is super... Oh, perfect. Perfect. Die had ik heel hard... hoe noem je dat? Die had ik heel hard ontweken. Als hij deze goed afmaakt. En dat doet hij. Dan hebben we gewoon weer een potje gewonnen. En we kunnen misschien...
Surge wel naar 800 pushen als ik het zo zie. Dat is, dat zou hartstikke nice zijn natuurlijk. Maar we gaan gewoon nog wat potjes starten. Ik ga niet meer met die Crow spelen, want een Crow in Brawl Ball is gewoon niet zo goed, jongens. Ik zie jullie terug bij het derde potje. Oké, jongens, potje nummer 3. En ik zit weer bij een Gil en bij een Mortis. Dat kan heel fijn zijn, het kan ook wat minder fijn zijn. Maar dat gaan we zo allemaal meemaken. Nu moet ik het goed verdedigen. Oké, anders doet mijn teammate het wel. Nou, dit is een beetje lastig. Ik ga mezelf wel upgraden. Ik denk dat ze nu gaan scoren. Ja, dat doen ze. Dus ik had eigenlijk beter mijn upgrade kunnen bewaren. Maar we staan weer 1-0 voor. Dit gaat allemaal heel snel. En die Crow of Gil gaat er weer voor. Oké, dit moet ik verdedigen. Of mijn teammate verdedigt het weer. En eigenlijk moet ik even mijn teleport gooien op die Ems. En dat doe ik. En dat doe ik heel goed. Shit, oké, is niet erg. Ah, dit moet wel verdedigd worden. Kom op Gil, doe je super, doe je super, doe je super. En hij mist hem, hij choked hem. Heerlijk, wat een heerlijke choke. Oh, en als je in een potje doodgaat, dan blijft hij wel gewoon hetzelfde. Dan ga je niet omlaag. Pas als er gescoord is, ga je eentje omlaag. Dat is ook wel nice, want nu als ik zeg maar doodga, dan blijf ik op 3. En dat is eigenlijk heel goed. En nu ben ik alweer 4. Dus dat is best wel netjes, natuurlijk. Dat is hartstikke chill eigenlijk. Alleen, ja, die andere is ook gewoon heel goed. Dit is ook heel goed hoor. Daar niet van. Maar, ja, als je 4 bent met die andere, zeg maar, dan ben je gewoon eigenlijk onverslaanbaar. Nu ben je nog wel verslaanbaar, maar... Oké, wacht even. Ik moet even uitkijken voor die Bibi. Oké, heb ik nu gedaan. Perfect. En dan kan die Bibi zo gekilled worden als het goed is. Ik moet heel even uitkijken weer. Ik kan die bal daar wel even heen pasen. En nog één keer die Bibi hitten. Dat doe ik goed. En nu moeten we geen goal tegen krijgen. Ik zal weer even een paar hits doen. Die Bibi kon mij killen, dat wilde ik net zeggen. Jammer. Mortis wilde het verdedigen, lukt het niet. Houd in dat we nu 1-1 staan. Oh, en ik ga dus weer naar 2. Ik ben nu 2 omlaag gegaan. Maakt op zich niet uit. Het is dus als ik dood ga, dan... Ja, dan reset ik niet. Ik moet dus niet... of het maakt niet uit dat ik dood ga. Oké, wacht. Die gaat naar hem. En hij paast weer terug naar mij. Dat vind ik niet zo fijn. Ik laat die bal nu even voor nu. En ik hoop even dat iemand op die bal vliegt. Oké, Gil is hier goed bezig. En dan kan ik naar 4 upgraden. Dat is ook lekker. En ik wilde mijn teleport doen, maar hij pakte hem niet. Dus dat is wat minder lekker. Maar hier kan ik een hitje doen. Dat is prima. En hier misschien ook. Nee. Hier dan. Zeker weten. Oké. Ik moet uitkijken voor die Mortis, want die kan heel vervelend zijn. Oké, Gil killt hier die Bibi. Dat is goed. Dat is top. Oké, wacht even, ik doe die. En als het goed is, verlies ik nu geen rang. Dat houdt in dat ik nu weer op rang 4 span. Dat is, ja, hartstikke nice natuurlijk. Oh, ik snap er geen reet van. Ik snap er oprecht geen reet van. Ik span nu opeens weer naar 2, terwijl ik dood ging. Net verloor ik niks. Oké, dit potje hebben we verloren. Is niet erg. Ik snap hem nog niet zo goed. Ik moet straks misschien even ergens gaan kijken wat het nou daadwerkelijk doet, wat er gebeurt. Want ik zeg het eerlijk, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb gewoon... Staat de Surge behoud fase 1 van zijn super upgrade voor de rest van het gevecht. Fase 1, dus dat houdt in nummer 2. Dus level 2 verwacht ik. Dus hij spant op minimaal level 2 elke keer weer. Als hij doodgaat. Maar net ging ik dood en verloor ik niks. Dus dat vind ik een beetje gek. Maar we gaan het meemaken. Misschien dat het straks wel goed gaat. Ik zit bij een Leon en een Primo. Ik hoop dat ze wat kunnen. Ze zijn allebei geen kracht 10. Dat is jammer. Ah, ik deed mijn teleport, maar eigenlijk moest ik die de andere kant op doen. Leon kan hier, als het goed is, die Mortis killen. Ja, dat kan die zeker. Dat kan die niet zeker. Oké, dan. Ah, Primo. Kom op, jongen. Die had je makkelijk kunnen hebben. Nou, in ieder geval... Primo was immuun, dus naar mijn gevoel had hij die makkelijk kunnen hebben. Ik ben nu nog steeds rang 2. Ik moet eigenlijk wat hits doen, want anders is Surge niet zo goed als ik nu geen hits doe. Ik zag die al, dus daarom ging ik aan de kant. Oké, wacht. Bijna. Die Crow had het heel goed verdedigd. Dat zag hij goed dat ik mijn teleport ging doen. Dat was hartstikke slim van die Crow om daar zijn super te doen. Daardoor kon ik niet schieten. En natuurlijk kon... Ach mijn god.
We hebben verloren. Alweer verloren. 2 gewonnen, 2 verloren. We gaan nog 1 potje en dan ga ik mijn volledige mening geven over deze sterrenkracht. En welke beter is. Maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Maakt niet uit, we gaan nog 1 potje starten, jongens. En dan zie ik jullie terug bij het laatste potje. Oké, jongens, potje nummer 5. En ik zit bij een Rosa en een Mr. P. Maar we zijn underdog. Volgens mij is die Rosa heel laag level. En ik weet niet welke sterrenkracht. Oké, nu weet ik het wel. Surge heeft dus de andere sterrenkracht waar we tegen moeten. Die is denk ik gewoon beter om hits mee te doen. Zoals je nu kan zien, hit hij me 2 keer. Terwijl hij 2 keer misschiet. Hij hit me zelfs 3 keer, waardoor ik dood ben. Dat is nog irritanter. Maar ja, niks tegen te doen. Als mensen goed zijn met Mr. P, kunnen ze wel heel goed zijn. Dus misschien is onze Mr. P wel heel goed. Zou wel chill zijn. Maar ja, ik moet eens uitkijken voor die Surge. Maar ja, ik kan hier een paar hits doen. Dat is top. Rosa is dus niet zo goed. Dat is een beetje een probleempje. Dat kan een probleem vormen straks. Ik moet gewoon een paar hits zien te doen. Bijvoorbeeld nu. Dan kan ik upgraden. En dan ben ik dood. Wel logisch dat ik dood ging. Maar Rosa is dus heel slecht. Dat is een klein beetje een probleem. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, hij was 4. Geen probleem. Konden we niks tegen doen. iPad heeft een iets hogere, hoe noem je dat? Zit meer een spaats of een space tussen dan als ik dat op telefoon speel. Houdt in dat ik soms 2 keer schiet in plaats van mijn super doe. Of hoe noem je dat? Mijn gadget. Misschien kan ik hier de bal pakken en scoren. Nee, net niet. Dat is heel jammer. Dat is, dat zou mooi kunnen zijn. Op zich niet erg. We hebben nog 1 minuut te gaan. We kunnen gewoon een goaltje maken straks. Verwacht ik. Mr. P heeft die Colt gekild, maar Colt heeft Mr. P gekild. Ik moet even uitkijken, hier kan ik hem misschien wat hits doen. En Rosa gaat alweer dood voor de zoveelste keer. Dat is een beetje vervelend, maar oké. Oké, ik moet hier gewoon wat rondjes rennen. En dan kan ik vanzelf wat hits doen. Oké, hitje, nog een hitje. Nog een hitje, en dan kan ik naar 4. En dan moet ik eventjes uitkijken. Hij heeft nog niet genoeg range. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij kan hij gewoon scoren als Mr. P die kant op loopt. Maar ja, ja. Deze Rosa had dus 40 trofeeën. Een beetje vervelend. Niks tegen te doen. Jongens, oké. Mijn mening over deze Surge sterrenkracht. Deze is vele malen beter. Jongens, geloof me, fase 1 of fase 0 boeit eigenlijk niet zoveel. Dus ik vind de sterrenkracht een beetje overdreven. Ik vind hem niet zo goed. Misschien handig voor in een edelstenen grijs, zoals ik al zei. Maar ja, deze blijft gewoon een stuk beter. Als jij 4 bent, of fase 4 of fase 3, met maximaal effectief. Deze sterrenkracht die ik nu heb aanstaan. Dan ben je eigenlijk gewoon, dan kan je niet doodgaan. Want je hebt fucking een hoge range. En er gaan 3 of 6 schoten spatten uiteen, zeg maar. Dus die is veel beter, naar mijn mening. Laat even weten wat jullie van deze sterrenkracht vinden. Als jullie hem al hebben gepakt of hebben gebruikt, laat het weten. Vond je deze video nog vet? Doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, mis jij niks. Hoop dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.